Hello people. Waar meer mensen weten, tenminste, nou ja, bullshit. Ik ben vandaag te werk gegaan met, nou ja, gisteren eigenlijk, want het is vandaag 3:15. En ik ben al 3 uur en 14 minuten met deze track bezig. Deze heet Hasta La Vista en ik wou even een breakdown doen van hoe ik hem precies heb gemaakt. Hij is er nog lang niet af, want het is eigenlijk alleen maar een intro en dan de main drop. En dan de main drop met de melodie en dan outro. Maar dit is wel het grootste gedeelte van de track tot nu toe, dus ik wou hem eventjes uitleggen voor jullie. Het begon eigenlijk met dat ik in de Deadmau5 Xeffer loops of sample pack vond ik een heel gaaf toontje. Dat is de allereerste van de Tonal Longsei synthesizers. Dat is deze. Die klinkt ongelooflijk boring, vind ik. Maar zet je in FL Studio een crossfade loop op. Dat betekent dat hij twee dingen. Ten eerste, hij gaat zo lang mogelijk door als je wil. Maar dat is nog ineens mijn grootste zorg. Wat het suffe is, als je één zo'n toon pakt en je zet hem erin, dan speelt hij hem de hele tijd gewoon af. Als het ware. Je kan niet instellen door gewoon deze toon erin te gooien hoe lang die gaat. Dus als je een CRF opzet, dan kan ik instellen hoe lang die door moet gaan. In ieder geval, ik kwam op dit toontje en ik had al eigenlijk een dag in mijn hoofd. Een dag al, wauw. In mijn hoofd van ik wil iets super edgy en dubstep-achtig doen. Dus zo ben ik te werk gegaan. En daaruit is het volgende gekomen. Ik kijk eventjes of er in mijn mixer nog interessant. Nou ja, Gross Beats is een sidechain. Een filter voor af en toe een effectje. En ik heb het hoog wat verbeterd omdat het niet zo lekker klonk. Dat zit bij 726 tot 2000. Maar ik had gelijk al dit eigenlijk in mijn hoofd. En dan een hele dikke, gross dubstep beat erop. Daarmee ben ik begonnen. Daarna heb ik de main synth gemaakt. Eventjes naar dat deel luisteren. Nou ja, daar gaat dat is zeg maar de main synth. Dat is een harmless met wat custom settings. Ik heb gewoon het standaard toontje gebruikt. En ik heb gewoon een tutorial opgezocht van Dancehall, want al die dingen zijn saws. En toen heb ik gewoon zijn stappen gevolgd, zo van zet de pluk helemaal hoog. Tenminste, dat zei je niet, maar heb ik wel gedaan. Maak een double saw, frequency helemaal omhoog, geen extra effecten, klassiek delay met een bepaald percentage, klein studio reverb. Compression, die heb ik een heel stuk omhoog gegooid, omdat ik het leuk vind. Ik heb de chorus uitstaan. Geen phaser, want fucked up. En dan nog de panning, unison panning. En ik heb sowieso een unison drop van 7. En unison zorgt ervoor dat je geluiden veel groter gaan klinken dan ze eigenlijk zijn. Omdat je zeg maar tonen mee laat gaan. Extra tonen maakt met elke toon die je indrukt. Dus die toon wordt veel groter dan alleen maar gewoon één piepje. Omdat er 7 keer extra tonen erbij komen. Oh, in principe, dat is het een beetje. En dan nog een phaser. En welke pitch? Nou ja, dat soort dingen. Die heb ik gemaakt. En toen. Ik dacht zo van. Ik moet zo'n dancehall hebben. En meestal in die dancehalls. Ze zijn zo lekker omdat ze met een minor beginnen. En dat heb ik hier dus ook gedaan. In principe had ik dus als eerste. Had ik deze. En die zit dus. Op een. Dies, als ik het goed heb. Juist, dus toen daar ben ik. Dus toen daar ben ik daarop zo'n melodie gaan maken. En wat ik vooral heb gedaan, ik heb in gedachten genomen, ik heb één baslijn die niet heel hoog is, omdat ik de bas met een andere synth wil doen. Ik heb één sublijn, zeg maar. Dus dat is ik weet niet meer hoe dat heet, terts of zo. Dus dan heb je 2 keer een soort van bas. Die hoor je hier. En dan de hoogste, dat wordt zeg maar de main melody. Dus het fijne daaraan is, die melody die zit in de synth. Dus je hoeft niet moeilijk te gaan doen met een aparte sound. Maar hij hoort wel bij bij de rest, zeg maar.
Nou, is dit mijn main synth, deze. Nou heb ik er nog eentje en die heeft wel een extra baslijn. Oké, die hoor je niet goed. Oh, hier. Gewoon om hem wat extra, een extra kick te geven. Dus dat had ik gemaakt. Nou ja, ik heb de pluk gepakt, want de pluk die zorgt voor dat of zo. Of zo. Klinkt. En dat is deze automation clip. Dat is mijn pluk, dus die gaat langzaam omhoog. Ik neem overigens al aan dat je naar de track hebt geluisterd. Zo niet, dan zet ik wel even een linkje in de description. Hè? Zo heb ik die gemaakt. Ik had die melodie. En dan naar de bas. Ik had dus al zeg maar het refrein in gedachten. Overigens, het refrein klinkt zo. Nou ja, dat is het hoofdidee. Er moest een bas in komen, want dit geldt, zeg maar, dit is eigenlijk, het is een synth, maar het is geen bas. Ik bedoel, hij zit er wel een beetje in, maar niet echt. En ik wou wel een bas hebben. Maar ik wou ook geen bas die, zeg maar, de overhand zou nemen. En in die zin dat je de bas zou kunnen zien als een synth. Dit weet je niet als luisteraar, maar zo beleef je dat gewoon. Ik heb dus een bas gemaakt en die klinkt zo. Dat is bijna geen hoog in te vinden. En dat vind ik lekker. Dus ik heb één bas en die lijkt nu bij die synth te horen. Dus het fijne is, deze bas die hoor je niet in de hoogte. Het is alleen maar een bas. En dat wou ik hebben. Deze komt overigens uit de Vengeance Essential House Pack. En welke precies? Nou, Basis Route 5, dat zal dan deze zijn. Die heeft op zich vooral een bas, maar dit heeft zo'n hoog toontje ertussen. En die heb ik even weggehaald. Inmiddels van een equalizer. En daar zo heb ik gewoon al het hoge gewoon weggehaald. En de bas keert opgepompt. Dus zo kom je op die bas. En dan heb je dus deze twee. Oh ja, wacht. Zeg maar, die hoge dingetjes, een soort gitaarsound, dus ik heb gewoon dezelfde gepakt. Dezelfde synth als de main drop, voor die hoge dingetjes. Maar daar heb ik voor de rest geen bas in gezet, omdat ik het daar niet bij vond horen. Omdat de bas alleen maar een bas is en niet voor die hoge dingetjes. Overigens, het fijne is, als je in, naar mijn weten, als je third party... synths gebruikt, dan moet je heel moeilijk gaan doen om zeg maar tonen te laten sliden. Dus wat ik hier zo doe, dat kan omdat het een sample is. En samples kan je in FL Studio gewoon laten sliden wat je wil. Deze ook. Die gaat zo omhoog. En dat is makkelijk, dan zet je gewoon je normale toon neer. En dan je slide toon. En de lengte van de slide toon is hoe lang die erover moet doen om die toon te bereiken. Dus als ik hem zo neer zou zetten, zou die hem hier zo... deze toon hebben bereikt. Dus die gaat iets sneller. En nou ja, als ik hem langer maak, dan bereikt hij de toon nooit, omdat de hoofdtoon niet zo groot is. Maar goed, hij is even lang, dus aan het eind van de rit heeft hij deze toon bereikt. Dat was een lesje over slides. Voor de rest geldt hetzelfde voor deze. Dit is Harmless en dat is een first party. Die is van FL, daarom kan ik deze ook sliden. Dit is het dingetje wat je hier zo hoort. Dit is overigens gewoon dezelfde als ik die gebruik voor de main synth. Goed, dan hebben we eigenlijk het grootste gedeelte al gehad. Ik zet zo'n beetje overal een... nu ik dat zeg, heb ik... ik moet even iets doen aan de track. Ik heb bijna overal een gross beat op staan als het geluid maakt. Bijvoorbeeld Harmless heb ik dus geen gross beat, dat moet ik nog verantwoorden. Gross beat, gewoon sidechain, eigenlijk. En die sidechain moest ik heel erg indempen, zeg maar. Normaal heb ik echt deze zo, waardoor die heel snel overgaat naar max volume. Maar nu moest ik hem echt hier neerzetten, met de reden dat je anders de bas niet kon horen. Ik heb overigens de bas en zo later gemaakt, ik bedoel de kick.
Ik heb de kick en de snares later gemaakt. Vrij simpel. Deze moet eventjes. Zo. En met de kick is het eigenlijk. Nou ja, ik heb er een bass boost op staan. Met 100 tot 100 hertz. En dan heb ik ook nog. Ja. Ik heb de bas nogal versterkt. Omdat ik met een compressor werk. En normaal gaan mensen gewoon te werk zo van. Compressor en dan alles gaan mixen en zo. Ik gooi er gewoon alle shit tegenaan die maar kan hebben, tot die begint te kraken. En blijkbaar is dit het limiet van de shit waarbij die begint te kraken. Want het klinkt prima, maar ik heb nog steeds rete veel bas. Dus zo doe ik dat. Ik heb hier gewoon de bas versterkt en ik heb hier zo de hoogte er een beetje ingezet. Omdat ik dat beter vond klikken, anders klinkt die toch zo gedempt. En dit is het verschil. Er zit nog wel een naar tikje aan het eind. En ik dacht die weggehaald hebben. Hoor je die? Okay. Is het kick 05? Oké. Okay. Nou, nu wordt het kort. Nou ja, dat piep je hoor je nauwelijks. Ik kan hem altijd nog weghalen met Edison. Een track editor. Even kijken hoor. Dat dus. Overigens... Ik bedenk die dingetjes gewoon van hier, zo ga ik dus omhoog. En dat klinkt zo lekker. Ik heb het gewoon zo ingezet voor lol. En dit geeft zeg maar een beetje het gevoel van ruigheid. En het is gewoon een fucking harde synth, weet je wel. En je gooit hem helemaal door de hele kamer. En dan krijg je dit geluid echt een beetje zo gevoel. Weet je wel? Je laat hem echt doen wat jij wil, in die zin. Het laat ook zien dat je meer kan doen dan alleen maar dezelfde melodie de hele tijd herhalen. En als je dat op deze manier doet, dan klinkt het redelijk lekker. Hier zit overigens nog één bas. Goed. Dan hebben we het meestal gehad. Hier zo voor de build-up dacht ik al gewoon van, ik wil die standaard, zeg maar, gewoon één zo'n, één toon gewoon... Zo, gewoon één keer die synth. Maar ik wil niet gelijk de hele bas erin hebben. Heb ik overigens trouwens wel gedaan nu met de bas erbij. Maar als je hem hier beluistert, hier zo, hoor je ook een bas van die normale synth. En hier zo, hoor je die niet. En dat wou ik graag. Dus ik had hem zo. Ik had hem al zo bedacht, zeg maar. Zeg maar al wel hetzelfde geluidje en een beetje een intro op wat er komen gaat in de drop, maar niet echt de full-on, want dat is niet meer interessant als je zometeen de drop gaat doen. Even kijken. Dus nou ja, dat is dat introotje. Voor de rest is het niet zo interessant. Ik heb alleen nog een beetje een opbouw erin. Nou ja, hier zo gaat hij dan. Hier zo gaat hij op die toon. En dan komt de snare en dan komt de rest. Dit is overigens de animation clip die de cutoff daarvan regelt. Hier zo klinkt hij dus heel hoog. En hier zo klinkt hij gewoon normaal vanwege deze animation clip. En voor de rest is eigenlijk alleen maar samples eromheen. Ik heb hier zo bij de intro heb ik er de bas in gezet. Want dat vond ik er mooi bij klinken. Dus dan krijg je dit. Hier zo gaat hij dus omhoog. En dat is door deze. Dit is ook gewoon een filter. Goed. En voor de rest komt het eigenlijk alleen maar aan op samples. De meeste samples heb ik uit verschillende packs gebruikt. Uit de Sounds to Sample dingen. En uit de Huge EDM dingen. Uit de kits. Er zitten gewoon allemaal van die, zeg maar, deze kits. Zowel Sounds to Sample en Huge EDM. Dat zijn, zeg maar, stukjes nummers die zij hebben gemaakt die al af zijn. Maar dan met alles wat erbij komt. Dus wat daarin voorkomt, hebben ze alles, alle stems, zoals je die noemt, alle aparte stukjes, kan je allemaal voor jezelf gebruiken. En ik heb gewoon twee van die kits gepakt
En daar allemaal sounds uit gebruikt. Bijvoorbeeld hier zo heb ik zeg maar een Vox intro. Of een pre-drop. Uit een of andere pack, ik weet niet precies. En die vond ik hier mooi in passen. Voor de rest, oh, dit is wel gaaf, dit is een soort glitch. En dat is gaaf als je daar een snare achter zet. En deze snare, die heeft echt elke producer zo'n beetje. Hele populaire snare, zit een reverb op. En dat is dus lekker. Hier zo heb ik aan het einde een reverse synth. Weet je wel? Zo'n inkomende synth. En dat klinkt lekker net daarvoor. Hij is trouwens een beetje ingekort, zodat hij zeg maar net in deze time past. En niet dat hij hier zo al begint. Nu is hij lekker kort. Vandaar. Dus daarom heb ik hem daar neer gezet. En bij elkaar, dat is gewoon een beetje kloten. En dan kom je op dat resultaat. Dit is gewoon een clapper. Gewoon, die had ik ook zelf kunnen maken, maar ik zag hem staan. Ik dacht leuk. Goed, even kijken. Dit is een normale snare rise. Een snare roll. Die heb ik geëxtend, want normaal was die alleen maar zo lang. Maar ik wou hem sowieso hier ook al hebben. Dus ik heb gewoon dit gedeelte gepakt. Dit gedeelte hier zo. En die gecopy-paste naar deze hier. En ik wou hem hier zo ook al die snare laten beginnen. Dus ik heb gewoon één zo'n snare eruit geknipt en die een beetje achter elkaar neergezet. Dan krijg je dit. Dan hebben we ook nog deze. Dit hoort ook bij bij zo'n pack. Ik mocht het geluid wel. Overigens, deze beginnen allemaal op een C of zo. Wat staat erbij? Een G mineur. Maar ik heb hem allemaal een paar toontjes omlaag gezet, zodat die in mijn toonsoort past. Ik vond het geluid wel lekker. Alleen, ik wou zeg maar bij die intro. Het fijne is aan een intro of een build-up dat het een beetje overeenkomt met de drop hier zo. En dat heb ik op deze manier gedaan. Als je goed luistert naar deze. Dun, 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 dun. En die komt, even kijken hoor, die komt hier zo voorbij. Vandaar dat ik hem hier zo heb neergezet. Maar ik wou hem niet de hele tijd dat doen, want dat begint saai te worden. Dus ik heb hem hier ook gewoon anders laten lopen. Dus dat geluidje heb ik gewoon gepakt. En dan heb je deze, de animation clip. En dan, ja, deze vond ik ook gewoon ergens. Deze begon ook met een G, die heb ik ook omgezet. Gewoon met de pitch. Deze past er gewoon bij, want deze begint steeds op de 1. Weet je wel, dan, dan. En deze ook, en dat was goed. En dan heb je dit. Nou, en dan vond ik dit gitaartje nog. Ook gewoon uit die pack en dat klonk wel lekker, een beetje wel. Want dit is toch ergens een beetje een gitaargeluid. Oké, een beetje dan. Maar je snapt wat ik bedoel. In die zin past een gitaar er goed bij. Dus die heb ik daar zo gewoon erin gezet. En dat gitaartje hoort er nu bij. Sowieso moest dit gewoon een beetje opvulling, want zonder deze is het ook een beetje saai. Dus deze zit daar bovenop. Voor de rest, deze is gewoon, ja, die kennen we al. En dan heb je hier nog een riser. Eentje die je overal zou kunnen gebruiken. En dan heb je eigenlijk al de build-up. Oké, dit had misschien iets beter gekund nog. Hier zo heb ik gewoon één zo'n snare gepakt. En die gewoon achter elkaar neergezet. En ja, want ik bedoel, dit kan wel zonder.
maar het heeft toch een snare nodig. En gewoon een snare op 1, 2, 3, 4 vond ik niet leuk. Dus ik heb hem zeg maar op steeds een derde gezet. Dat vond ik wel lekker klinken. Vandaar. Overigens, wat je de hele tijd tijdens het refrein hoort, is dit. Deze complete house, with Inventions Essential House. En dan tussen de special sounds. Daar vond ik gewoon deze. Het enige leuke hieraan was dat ik hem het begin klopte. Hoorde je? Dun. En dat klopte met mijn toonsoort. Dus die heb ik gewoon laten loopen, want het had een beetje een background. Het gaf een beetje een background gevoel, zeg maar. Dat het een beetje opgevuld was. En anders is het zo leeg, dus vandaar dat ik die erin heb gezet. Dit is gewoon die main synth. Goed, je gaat een paar dingen, ik wou zeggen mis, maar je gaat een paar dingen heel goed. Ten eerste, ik wou zeg maar, ik ken gewoon uit nummers dat ze zeg maar steeds op de tel zo'n toon hebben. En dit klinkt toevallig als viool, was niet de bedoeling, maar was wel goed. En dat was gewoon, het is gewoon weer diezelfde synth, maar dan met een hele grote delay erop. Reverb dan. En ik heb een beetje de normale toon weggehaald en vooral de reverb hoog gezet, een beetje met de instellingen kloten en dan krijg je dit. En dat geeft toch weer meer opvulling en dat vond ik dus zo lekker klinken. Dus dat heb ik erin gezet, niet op de eerste tel, want dat gaf een beetje toch een surprise. Ik weet niet, dat zijn van die subtiele dingen die achteraf toch weer lekker klinken. Ik heb deze ride gevonden, ik wou gewoon ride erin zetten, maar toen ben ik gaan zoeken en toen heb ik deze gevonden. En die is na afloop toch lekkerst, het lekkerst. En dan hebben we ook nog deze. Hier ben ik heel blij mee. Dit is eigenlijk een riser, maar ik heb hem er gewoon ingezet. Eerst had ik gewoon steeds bloep, bloep, dat geluidje. Later heb ik hem er volledig ingezet, want deze gaat omhoog later. En dat was dus lekker. Overigens vind ik het heel fijn van al die kits. Alle sounds die eigenlijk al gesidechained moeten worden. Dat betekent op elke tel gaat het volume omlaag. Zodat er meer ruimte is voor de bas, voor de kick. Al deze samples, zoals je hoort al. Die hebben al een sidechain. En dat is dus heerlijk. Dat is lekker werken. Deze toon zorgt er zeg maar een beetje voor een upping. Toch weer een build-up in het refrein. Het is een nieuw vers geluid. Maar het neemt niet weg dat de drop, zeg maar, de normale bas en de normale melodie, weet je wel, gewoon deze dingen. Gewoon nog steeds super lekker klinken. Het is gewoon een hele goede toevoeging. En dat is het laatste wat je hoort. Hier dan hebben we weer gewoon een build-up. Hier hebben we die snare weer. En dan hebben we hier zo nog die reverse synth, weet je wel, die... Dat. Ja, en dan krijg je dit. Goed, dat was dat deel. Hierzo heb ik vooral gewoon... Ik was hier een beetje gewoon... Ik kan hem wel weer laten uitveden. Maar voor nu had ik even geen inspiratie. Je kan dit hele gedeelte zien als het deel na het eerste, na de eerste drop. Dus na de eerste drop krijg je weer een rustig gedeelte. En dat bouwt dan weer op en een build-up. Dus eigenlijk komt hier nog een heleboel shit voor. Dan krijg je dus de drop. En meestal, soms krijg je daarna, wat ik heel erg lekker vind... is de hoofdmelodie, maar met de geluiden van de drop. Dus dan krijg je dit. Nou ja, dat is gewoon... ik kan niet anders uitleggen dan... Dit is gewoon een normale baslijn en... Ik had die main synth. Ik wou hier niet te veel mee kloten. Ik heb hem gewoon in het begin naar beneden laten gaan. Omdat het gewoon lekker klinkt. Het klinkt ruig.
Hier zo heb ik hetzelfde. Dit is eigenlijk altijd hetzelfde, want ze horen eigenlijk gewoon bij elkaar. Ik heb ze in aparte dingen staan, omdat weet ik veel. Dus dat is dat gedeelte. En dan gewoon weer met deze synth alles gewoon helemaal opengooien. Hier zo heb ik ook nog een hi-hat erin, als het ware. Hij klinkt zo. Ik heb dit sampletje gemaakt. Gewoon een white noise en dan links, rechts. Blablabla. Gewoon een beetje kloten. Die heb ik zelf gemaakt, dus ik gebruik hem ook best wel vaak. En hij klinkt gewoon lekker. Hij geeft zeg maar echt zo'n toevoeging als je goed luistert, zeg maar. Het is gewoon een toevoeging, zeg maar. Het klinkt gewoon voor mij een stuk fijner. Hier zou ik op zich weer die riser kunnen doen. Kijk hoor. Nee. Als ik hier hem weer doe, dan verliest het een beetje zijn kracht hier zo. Dan denk ik met zo, oh ja, krijg je dat weer. Weet je wel. Het klinkt hier lekker, maar daar niet. Dus dan hebben we dit gedeelte. En hier ben ik gewoon inspiratieloos, gewoon eventjes een einde erbij aan het kachelen. Ik heb nog eens de moeite genomen om een extra pattern te maken voor het outro, nu nog. Misschien als ik hem afmaak. Ik heb gewoon normale gepakt en een beetje lopen knippen. Overigens, nou ja, dat is dus het einde. We zijn bijna klaar. Overigens, dit is zeg maar dus die drumroll. En dat bestaat uit twee dingen. Ten eerste deze. En dat is gewoon een pre-shifted clap. Die zit in de Vengeance, geloof ik. En dan hier zo gewoon bij. Oh, heb ik gelijk de goede? 69. Ja, oké. Dus dat is deze. Heb ik gewoon. Je moet hem iets eerder timen dan normaal, omdat. Hij is pre-shifted. Dus hier zo gaat eerst een paar keer geklapt worden en daarna komt de grote klap. Daarom moet je hem iets eerder neerzetten dan gewoon op de 1, anders is hij te laat. En dan heb ik ook nog deze erbij gegooid, omdat het een beetje een toevoeging gaf. Zonder hoor je dat wel. Het geeft iets meer hoog. Het geeft iets meer hoog. Dat is dus fijn. En een reverb, om hem wat minder leeg te laten klinken. Zonder reverb, ja. Kan wel, maar ik heb hem er toch bij gegooid. Ik heb hem vooral in het hoog. Ik hoef hem niet per se in het laag. Ik heb hem bright staan, geen cut-off, veel low cut-off. En een redelijk kleine room size. Heel veel diffusion. En een kleine decay. Anders gaat hij zo lang doorklinken. Daar heb ik ook geen zin in. En al met al klinkt dat best wel lekker. Nou, en dat is de breakdown van Hasta la Vista. Tot nu toe, in ieder geval. Ik maak hem vast nog wel af. Waarschijnlijk wel. Alleen ik wilde niet al te lang mee wachten. Tenminste, ik wilde niet al te vroeg doen. Want dan word ik inspiratieloos en dan ga ik dingen doen. En dan heb ik er later spijt van. En dan heb ik geen zin meer om te veranderen. En dan wordt het minder dan het eigenlijk zou kunnen worden. Dus ja, ik verwacht over een paar weken wel de volledige versie te hebben. Dus ja, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hier aan wat hebt gehakt. Heb je nog vragen? Kalk ze allemaal in de comments en dan spreek ik jullie allemaal later. Joe.